Hallo, mijn naam is Lori. Ik ben 21 jaar. Ik zit in defensie op de M-fregat Leopold 1 met functie eerste matroos dek. Ik verkies natuurlijk de zee, aangezien ik voor de marine heb gekozen. Ik wou heel veel avontuur en dat gevoel krijg je ook effectief op zee. Je kan veel dingen gaan bekijken van de wereld. Je hebt havens die je kunt bezoeken, je hebt altijd frisse lucht. En het is gewoon een heel andere omgeving dan gewoon een job op het land eigenlijk. Wij zijn verantwoordelijk voor alle dekmanoeuvres die op zee gebeuren. Wij krijgen ook een vaarbewijs dat we moeten behalen in de opleiding als dek. We zijn dus soms ook verantwoordelijk als dek voor de kleine bewapeningen aan boord. Mijn persoonlijke mooiste haven was Malaga. Omdat vanaf dat je eigenlijk al er naartoe vaarde, had je al een heel prachtig zicht met allemaal palmbomen. Je kon al lichtjes zien. Je zag effectief leven in die haven. Als je aanmeert in een haven, kan het zijn dat je van wacht bent een dag. Maar dat is altijd maar één dag. Voor de rest ben je vrij en kan je doen wat je wilt eigenlijk. Het is natuurlijk een heel apart werk. Zeker aan boord. Als je werkt op een schip of in de marine, je collega's zijn niet zomaar collega's. Dat worden echt goede vrienden of gewoon een tweede familie. Defensie speelt wel effectief een rol, zeker de marine, voor ook de veiligheid op zee. Bijna meer dan 70% van het transport gebeurt op zee. En dat moet ook wel beveiligd worden. Wij zijn niet het leger voor oorlog te gaan voeren of zo. Nee, wij zijn er voor andere landen te helpen en te steunen. Het is zeker meer een missie dan een job. Het geeft mij eigenlijk een gevoel dat ik toch iets doe met mijn leven, dat ik wel iets aan het bereiken ben eigenlijk.